Goeiedag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza. We kunnen het goed zien op de satellietfoto. We hebben te maken met veel bewolking. En die bewolking markeert de grens tussen koele lucht in het noordwesten en warme lucht in het zuidoosten. De bewolking daar hebben we ook de rest van de dag nog steeds mee te maken. En uit de bewolking valt ook wat regen. En met name in het westen en noordwesten kan het zelfs flink doorregenen. Daardoor wordt het ook daar niet heel erg warm. Een graad of 10. In de rest van het land 10 tot 14 graden, maar in het oosten en zuidoosten breekt af en toe de zon door en dan kan het daar 18 tot 23 graden worden. Daar zit echt de warme lucht. Later vanmiddag en vanavond is ook daar wel kans op een enkele regen of onweersbui. Vanavond overheerst op veel plaatsen nog steeds de bewolking en valt wat regen. Dat is ook morgen vroeg nog steeds het geval. Later op de dag breekt vanuit het oosten steeds vaker wel de zon door. Het zuidoosten maakt nog steeds kans op een regen of onweersbui. Het wordt dan 14 tot 20 graden. Op Koninginnedag ziet het weerbeeld er dan heel aardig uit met flinke zonnige perioden. Het is meest droog en het wordt 16 tot 20 graden. Pas later op de avond neemt vanuit het zuiden de kans op een bui weer toe. Dinsdag en woensdag vallen enkele buien, schijnt ook van tijd tot tijd de zon en is het een graad of 18. Ik ben Ben Langkamp van Weerblaza.